Bisken var mı Sivas'ta? De wekker is zojuist afgegaan. Wekker voor de liefde. Dat ze me ging wakker maken. Ja, wekker voor de liefde. Ja. Wakey. Hoe laat ben je gaan slapen? 2 uur. 2 uur? Dus hoeveel uur heb je geslapen? 2 uur ongeveer. Ben je niet helemaal kapot? Valt mee, ik ga zo meteen in de bus al slapen. Ik ben wel benieuwd. 2 uur in de bus. Dus je gaat net tot 11 uur slapen. Good luck, my friend. Good luck. Normaal gesproken zou de bus hier over 1 minuut komen. Maar er staat nog 5 minuten. Hoe zou dit toch komen? Zo. Op onthoud staat er. Er is serieus geen auto op de weg. Oké, alleen die auto. Maar verder geen auto's. En er staat op onthoud. Nou, dat je gewoon geen zin om je bed uit te komen. Echt hoor. 5 minuten. Op onthoud rond 5 uur 's ochtends. Ik denk nou dat echt... hij 4:15 vertrokken is of zo. Meneer de buschauffeur, steek hem in je hol. Nou, we zijn inmiddels in de bus gelukkig naar Düsseldorf. En het is echt best wel nog een luxe bus. Tenminste, hij ziet er in ieder geval schoon uit. En ik denk dat er ook wel een wc bij zit. En het is nu 6:30 's ochtends. En om 6:40 rijden we weer weg. En dan gaan we nog langs allemaal andere stations om mensen op te halen. Dus... Heb je zin in, liefie? Ja, ik heb zin. Op naar Duitsland. We gaan lekker slapen in de bus natuurlijk. Want anders trek ik het niet. Nou, het is inmiddels 9:45. Ik heb echt bijna de hele busrit heb ik eigenlijk alleen maar geslapen. Tegen Jeffrey aan. Ik heb een beetje overleefd. Ik heb ook een beetje geslapen. Hè? Ik heb ook een aantal keer geslapen, dat ik in slaap heb. Ja, maar ik heb echt de hele rit geslapen. En we zijn nu in ieder geval in Duitsland. Ik kreeg net al een melding van mijn telefoon van als je Rome nu uitzet, dan gaat het extra kosten zorgen. Ja. En ja, ik denk dat we er dus bijna zijn. En dan zal ik straks de kerstmarkt laten zien. Tot zo. Ik ben nu door Duitsland aan het lopen. En kijk, ik zet een hele grote kerstboom. We gaan straks de kerstmarkt, maar het is nog niet helemaal open. Het is nu ongeveer 9:30. Blijkbaar openen ze iets later dan in Nederland. Dus dat is wel grappig om te zien. En nu gaan we gewoon winkeltjes kijken. Yeah. Ik had me nog zo voorgenomen om niet naar winkels te gaan die we ook in Nederland hebben. Maar we zijn bij de H&M. Wel de Duitse H&M. En er zijn echt super veel crop tops. Ik heb al wat dingetjes gevonden. Dit is crop top. Echt... Oh my god. Dat vind ik stiekem wel leuk om een soort souvenirtje van Duitsland te hebben. Dus, en stel dat ik het dan echt niet leuk vind, kan ik het alsnog terugbrengen in onze eigen H&M. Dus hey. Dus ik ga nu even passen en Jeff zit buiten te wachten op mij. Dus joe. Nee, ik vind hem toch niet leuk. Hij is echt heel breed hier. Dit is maat S, dus bleh. Bij de vorige H&M heb ik niks gekocht. We zijn nu weer in de H&M. Maar dit keer kijken we voor Jeff. Ik heb het super warm gekregen, dus ik heb echt alles bijna uitgedaan. Of nou ja, ik heb gewoon nog een hemdje aan. Ik ben altijd blij dat ik het hemdje draag om de trui. Want als het dan zo warm is, dan kan ik in ieder geval iets aan doen. Iets of iets uit doen. En zie je wat? Deze, okay. Deze is zeg maar 3 euro deze. En het is wel echt heel erg plain-achtig. Maar basic. Maar nou, schijnt wel heel erg door, of niet? Dat weet ik ook niet. Volgens mij wel. Oké, help. Ik weet even niet zo goed wat het moet, want ik heb dus deze gevonden. Het is een spijkerbroek. En ik weet gewoon niet. Ik heb ook nog nooit echt, zeg maar, toen klein was wel, maar ja, toen ik ouder was nooit echt een spijkerbroek. En ik vind hem wel, ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Maar ik weet het gewoon. Ik moet heel erg wennen bij mij ofzo. Dat, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar zie je nu alleen maar haar. Sorry. Ik ben niet goed in dit filmen, maar... Ja. Wat denk je? Jee of nee? Ik zit er nu wel aan te denken om hem dan te kopen. En als hij toch niet leuk is om hem dan terug te brengen naar H&M in Nederland. En ik vind dit shirtje ook heel leuk. Ook als zeg maar als je deze wegdoet. Gewoon op zo'n high-waisted broek vind ik deze wel heel erg leuk. En deze is maar 10 euro volgens mij, dus... Ik vind hem leuk. Tata's be like. Eigen couscous salade meegenomen. Ik heb best wel zin in de couscous salade.
Jij fout in ieder geval. Nee. En die gaat een croissantje eten? Ik heb ze allemaal op. Heb je ze allemaal op? Ja. Wow. Lekker. We horen muziek. En we denken dat er iets is, maar we weten niet wat. Dus we gaan even kijken. Ben Jeff kwijt? Is Jeff nou weer hier? Ik wil deze in mijn kamer, zegt hij. Ja, liefie. Ik kan ze veel willen. Wow. Die mindfuck. Hoe spacend is dat? Moet je kijken. Wow, joh. Je zou dit maar op je kamer hebben. Dan slaap je echt nooit meer. Wat heb ik nog? Wow, joh. Je gaat iets meemaken. Een soort van poeder krijg je dan op je hand? Poeder. Abracadabra. Abracadabra. Discovery Channel. Ja? Bisque en warm swassa. Wow! Duifjes! Duifjes! Zoveel duifjes! Weer een stukje kerstmarkt onthuld. Met allemaal lekkere dingetjes. Leuk! We zitten nu bij een parkje. Hier. Zo mooi hier. En er zijn twee zwanen en die doen de hele tijd hun hoofd onder water. Ziet er grappig uit. Oh, mevrouw. Ziet er echt... Mensen snappen blijkbaar niet als je aan het filmen bent dat je niet loopt. Shot verpest. Ziet er grappig uit dat ze steeds met hun hoofd onder water gaan. En dan weer omhoog. Alles voor voedsel. What the heck? Nou, inmiddels zijn we in een restaurantje gaan zitten. Ziet er heel schattig uit. En met Jeffy hebben we warme chocomelk besteld met een koekje erbij. En ik vind het heel leuk. Liebe geht durch den Magen. Ofzo. Dus liefde gaat door de maag. En ik ga straks nog wat van mijn couscous salade eten. En wij gaan nu lekker chocomelk drinken. Ja. Yeah. De kerstmarkt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we vooral normale winkels kijken. En eigenlijk amper naar de kerstmarkt. Want als je vier van die kraampjes hebt gezien, heb je ze eigenlijk allemaal gezien. Want het is een beetje hetzelfde. Overal waar je kijkt is dat zo jammer. Maar ja, er zijn hier genoeg winkels. Dus komt goed. Tijd voor de nachos. Lalalala. Je hebt hier gereisd met curry of zo. Nice en curry. Het smakelijk. Het smakelijk. We zitten in het restaurant. Dat is wel echt overpriced. €7,50 per persoon. Echt heel erg duur. En, maar we zitten er nu in. Wel met vier andere mensen, maar... Het is wel... Oh my god, zo... we mogen drie rondjes, als het goed is. Oh, echt leuk. Ben je blij? Ja. Pak uit een nummer. Oh. Ik heb een beetje aardig. Ja, maar neem zo'n hebt, dan is het. Mooi. Je hebt de laatste ronde even omgedraaid. Dus nu zitten wij aan deze kant. Ik moet dansen. Chic, ja, kies. Sorry als je hoogtevrees hebt. Ik heb een chance dat je met jou gaat. Dat is heel mooi. En ik heb een ijsje gekocht. Die alweer half leeg is. Die alweer half leeg is. Of gegeten. En daar is de bus alweer. Let's go. Woe, woe. Ik weet eigenlijk niet eens of ik in de bus gevlogd heb, maar ja, de busreis zit erop. En het was echt goed bevallen eigenlijk, toch? Ja. Ja. En nu gaan we nog naar de metro naar huis. En dan komt het helemaal zoet. We kunnen gewoon nog met de metro. Ik was heel bang dat we nog met de nachtbus moesten. Dan waren we sowieso 10 euro kwijt. We zijn aangekomen in Amsterdam. Maar we kunnen nog gewoon met de metro. Dus joe, want Jeffrey wil vloggen. Toch. Nou, inmiddels staan we thuis. En ik ben op de bank in slaap gevallen. En het voelt echt alsof ik keihard door iemand tegen een deur aangegooid ben. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ik voel me echt kapot, man. Dat is echt niet normaal. Dus, slaap lekker. Vergeet geen duimpje. Tot morgen. Ik ben kapot. Tot morgen.
Ben kapot. Doei. Doei.